Rond de jaarlijkse herdenking van 1 juli worden er vaker boeken uitgebracht na gedegen onderzoek door schrijvers. Onze nieuwsdienst had deze week een interview met auteur en onderzoeker Leo Balai naar aanleiding van zijn jongste uitgave Herengracht 502. Balai is onderzoeker en gespecialiseerd in de transatlantische slavenhandel. Zo studeerde hij af op het onderwerp het slavenschip van Leusden dat op 1 januari 1738 verging aan de monding van de Suriname rivier. Vandaag zijn er in Amsterdam bij de herdenking van 1 juli 1863 excuses gemaakt door burgemeester Femke Halsema. Balai vindt het een goed begin, maar er zouden ook excuses moeten komen uit het Koningshuis. De familie Oranje heeft ook bijgedragen aan de slavenhandel, was er ook bij betrokken, heeft er ook aan verdiend. Dus het zou goed zijn als de koning samen met de burgemeester van Amsterdam excuses zou willen maken. En voor Amsterdam is het duidelijk, hè? Amsterdam is tot 1795 mede-eigenaar van Suriname geweest. Dat is één, dus sowieso zou Amsterdam dat moeten doen. En de familie Oranje, dus de Nederlandse koning, die heeft ook een hele lange familiegeschiedenis met slavernij en slavenhandel. Dus het zou ook goed zijn als vanuit die verantwoordelijkheid ook samen met mevrouw Halsema als excuses worden aangeboden. Het zou heel goed zijn. Balai heeft zich in de afgelopen 2 jaar verdiept in het verhaal van de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeesters. Op 25 juni jongstleden kwam het boek Herengracht 502, Slavenhandel, Geweld en Hebzucht 1672 tot 1927 uit. Het pand werd gebouwd door de slavenhandelaar Paulus Godin en in 1926 geschonken aan de stad Amsterdam. Balai zegt dat de schenking van het pand een heel merkwaardige geschiedenis is. U moet zich voorstellen, het pand, de laatste bewoner van het pand was zeker meneer Van Aalst. Hij was president-directeur van de Nederlandse Handelmaatschappij. Dat is tegenwoordig de ABN, Algemene Bank Nederland. Hmm. En ze waren heel actief in Indonesië. En die meneer Van Aalst die had het pand gekocht van zijn voorganger, zeker meneer Kramer. En die had daar 100.000 gulden toen voor betaald. Maar het gekke is dat Van Aalst die schonk het pand aan de gemeente Amsterdam speciaal om als burgemeesterswoning te dienen. En dat deed hij gewoon op een A4'tje met de hand geschreven. Ik ga verhuizen uit Amsterdam en wil graag dit pand aan de gemeente Amsterdam als burgemeesterswoning schenken, schreef hij aan de toenmalige burgemeester. Ik vond dat zo merkwaardig. Ja. En het lastige is dat het zo lang geleden is, dus je komt er ook niet achter wat nou precies de reden was en of er gesjoemeld is en of er sprake was van corruptie. Dat zou dan een ander boek moeten opleveren. Het boek Herengracht 502 beschrijft ook de manier waarop er door Godin op een wrange manier aan slavenhandel werd gedaan. Verder worden ook de Surinaamse gouverneur Krommeling en de plantage Rust en Werk besproken. Maar ik maak ook een uitstapje naar iemand als meneer Krommeling. Die was gouverneur in Suriname. Ja. Ja, en die heeft, die was de eerste eigenaar van de plantage Rust en Werk. En ik heb geprobeerd in het boek om via de geschiedenis van die plantage Rust en Werk aan te geven hoe mensen in die slavenperiode leefden. Dus ik heb ook een lijst opgenomen met mensen die met naam en toenaam en geslacht van mensen die in een bepaalde periode op rust en werk in slavernij leefden en werkten. Omdat je dan het beeld ook duidelijker maakt, hè? Omdat mensen vaak niet zo goed beseffen wat die slavernij eigenlijk inhield. Dat het ook om mensen ging. Men gaf die mensen ook de gekste namen van hallo. En weet je, van die vreemde namen, wat hun gewoon, of jullie, of overmorgen, of dat soort namen.
En daaruit blijkt ook het gebrek aan, totaal gebrek aan respect voor die mensen in slavernij. Balai meent dat wij zorgvuldig moeten omgaan met historische gegevens, waarvoor er nog erg veel onderzoek moet worden gedaan. Het volledige gesprek met auteur en onderzoeker Leo Balai kunt u bekijken via onze Facebookpagina en YouTube-kanaal. Balai gaat in op onderwerpen als de periode van het staatstoezicht, het invoeren van 1 juli als Nationale Vrijdag in Nederland en over zijn volgend boek.